Goedemiddag, Catrice Clean ID gaan we doen. Ik heb een grote rommel hier, maar dat geeft niet. Ik had al de foundation in de kleur, in de lichtste kleur gewoon. In welke kleur is dit? 004. En ik had ook al de concealer. Wou ik nog meer zeggen van tevoren. Die had ik inderdaad dubbel. En ik heb een Clean ID lipstift even uit mijn stash gepakt. Want ja, daar heb ik ook een heleboel van. Het enige wat ik niet heb, viel me op, is een lip liner. Nou ja, ik heb er genoeg van Catrice, dus dan neem ik gewoon... Wat is dit gekke blokje dit? Ja. Dan neem ik die gewoon. Ik ga beginnen met de Pore Perfecting Primer. Kijk, zo ziet... Niet dat ik heel veel... Oh, er zit ook nog zo'n dingetje op. Netjes. Poriën heb, maar ik denk altijd, omdat ik een wat oudere huid heb, dan smooth het een beetje uit. Ik pak hier even mijn spiegel erbij. Ik moet zeggen, het voelt heel fijn. Nou heb ik helemaal niet een idee hoe dat siliconengevoel moet zijn. Maar ja, nou. Het ruikt een beetje naar... het ruikt een beetje zoetig. Ja. Ik vind het niet vies. Even kijken. De Prime and Fix spray. Dat doen we dan over de rest. Even pony weg. Zo. Hele zachte mist. Dan heb ik een waaier. Om het even te waaieren. Wat leuk. Kijk nou. Ja. Oké. Ja. Ik zat te denken, zal ik de BB cream doen of de foundation? Ik ga even naar de kleur kijken. Nou, dit is goed. Die blendt mooi weg in mijn huid. Nou, ik denk dat deze ook wel heel goed is. Misschien iets te geel. Hier zit hij hier. Nou, ik ga eerst even de concealer doen. Want wat ik tegenwoordig doe, is een beetje... De roodheden concealen. En nu bedenk ik me net dat ik geen spons heb nat gemaakt. Dus dan doen we het even met een kwast. Ik vind het allebei fijn werken. Met een kwast of met een spons. Dat is me eigenlijk een beetje om het even. Ik heb hier ook altijd wat roodheden bij mijn voorhoofd. Nu lijkt het heel veel. Maar je wil natuurlijk dat die roodheden eruit gaan. Dus ik had gezien bij Tempered Wolf dat zij dit deed. En daardoor ook een dunnere laag foundation nodig had. Kijk, deze vlek hier, deze vlek, die krijg ik toch nooit helemaal weg. Dat is gewoon een wijnvlek. Dat zou ik voor de BB cream gaan?
Ja. Of voor de foundation. Hydro BB Cream. Nou, weet je wat? Ik doe het gewoon. Ik neem gewoon een dotje op mijn hand. Dit is misschien wel heel veel. Ik heb het idee dat het licht heel fel staat. Heb je dat? Eens even kijken of ik dat... Ja, beter. Oké. Okay. Oh, het valt op de grond allemaal. Het ligt hier helemaal bezaaid met make-up. Even kijken hoe ver ik hiermee kom. Dit is een soort get ready with me. Ik ben geen make-up artist. Dus verwacht van mij geen wonderen. Alles wat ik doe is wat ik afkijk van andere YouTubers. Ik weet het niet. Ik geloof niet dat ik dit heel geweldig vind. Even de vergrootspiegel erbij. Hier heb ik altijd een beetje een gekke plek, maar dat heb ik altijd. Met iedere eigenlijk foundation-achtig product wel. Het voelt op zich goed. Niet echt alsof ik heel veel op mijn huid heb. Ik heb wel het idee... dat het heel veel textuur accentueert of zo. Dat heb ik normaal met de True Skin namelijk niet. Wel vergeten mijn ogen te doen. Maar goed. Dat doe ik wel even dan met gewoon even een doekje. Van veraf ziet het er oké uit. Het is een goede kleur verder voor mij. Ik weet het niet. Het is een beetje een rare plek. Ik weet het niet. Ik ga even mijn ogen doen. Ik was vergeten om met die Revolution een beetje dat weg te halen. Het blauw bedoel ik. Ja, de concealer is verder prima. Ja, je ziet ook aan mijn onderogen gewoon dat ik bijna 50 ben. Daar kan ik echt niks aan doen. Ja, wat vind ik ervan? Wat vind ik ervan? Het ziet er heel cakey uit. Is dat logisch met een BB cream? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik ga even een beetje poeder opdoen. Dat is de Clean ID poeder. Dit is de Mineral Matte Face Powder.
met mijn lekkere grote. Oh, kijk, met een beetje poeder zie je het er wel een stuk beter. Dat vind ik altijd heel apart. Dat het dan met poeder ineens een stuk beter uitziet. Nou, oké. Niet van Essence, maar van de Action, de Max Fixing Spray. Doe ik altijd tussendoor na de poeder. Want ik wil absoluut niet een dikke poederlaag. Daar gaat die pony weer. Poederlaag gezicht hebben. Nee, mijn haar gaat straks toch los. Want ik hou niet van los haar. Ja. Oké. Ik zit nu te denken dat ik ook geen blush heb. Van de Clean ID. Ze hebben wel oogschaduw, maar die heb ik dan niet. Wat ik vaak doe. Ik doe bronzer met zo'n ding. Deze is van Be Creative, denk ik. Bij de Easy Paris. En de bronzer. Nou, laten we maar gewoon proberen. Ik tip er een paar keer in. En dan neem ik even een andere kwast om het een beetje te blenden. Nou, die onderkin krijg ik toen niet meer weg. Maar die is niet. Dat is gewoon omdat ik dik ben. Ja, gaan we ook niet raar over doen. Ik denk dat ik het wel oké vind. In eerste instantie dacht ik, oh, hij is misschien iets te oranje voor mij. Maar, nou, ik merk wel dat dit verschil heftig is. Oké. Is je oké? Ja. Wat ik dan altijd doe, en dat slaat echt helemaal nergens op, ik doe altijd mijn lippen dan. Klein beetje overlijnen. En wat ronder maken. Want als je ouder wordt, worden je lippen dun. Mijn zoon heeft zulke mooie lippen. Dit is de Clean ID. Ik heb geen bril hier. In de kleur 020. Sparkling Guave, denk ik. Wel een mooi kleurtje hoor. Oké, die hebben we gehad. Dan gaan we verder met de wenkbrauwen. Daarvoor heb ik een mooi potloodje. We gaan eens kijken.
Nou, hij is wel wat hard. Ik merk dat als je hem iets langer gebruikt, dat hij wel iets zachter wordt. Dat hij een beetje opwarmt, zeg maar. Ik weet het, ik gebruik vaak de poeder van Catrice en die vind ik over het algemeen wel. Wauw, op beeld lijkt die lipstift echt heel roze, maar hij is heel shiny. Ik heb helemaal geen blushje meer nodig zometeen, joh. Ga wel doen. Nou, ja, is prima, is gewoon een potlood, gewoon een potlood. Dan heb ik ook de Clean ID Colored Brow Filler. Ik heb geen idee. Echt, ik heb geen. Oh, dit is gewoon een borsteltje. Een borsteltje. Dit is wel een goede kleur voor mij. Het is heel draderig. Als je het uit de verpakking haalt. Get ready with me. We gaan naar een verjaardag zometeen. Tenminste, na het eten. Dus ja, nou ja, ja. Gaan we iets doen? Ja, we gaan wel iets doen. Ja. De man van mijn vriendin is jarig. Nou, dat is niet mijn vriendin. Ja, haar zusje is ook vriendin van mij. En eigenlijk zijn we, hebben zij mij aangenomen als. Heel schattig. Hebben zij mij aangenomen als zus? Hier heb ik best wel wat haartjes, maar allemaal heel licht qua kleur. Dit vind ik fijn. Ja, het ziet er mooi natuurlijk uit zo, denk ik. Ik denk dat deze wat donkerder is. Ik ga nog heel even een beetje bij doen hier. Het is niet een hele donkere kleur namelijk. Dus dat is wel fijn, want dan heb je ook niet gelijk van die kdenkbenkbrauwen. En dan heb ik ook nog de Clear Brow Gel. Meestal maak ik ze niet zo groot. Ik heb vrij brede wenkbrauwen. Heet dat zo? Brede wenkbrauwen? Ja. Dat, ja, prima, ja. Ik weet niet wat ik er verder van moet zeggen. Ja, ik moet even wennen aan de textuur op mijn huid. Maar niet dat ik de hele dag zo van dichtbij zit te kijken. Nu het opdroogt en de poeder op zit, vind ik het er wel beter uitzien. Even kijken. Blush. We gaan voor de. Nude Twilight. Even zo. Want ik hou van nude. Ja. Nou, prima. Zit ook gelijk een glansje in. Waardoor je eigenlijk niet meer. Ik zit gewoon helemaal wezenloos. Wat was ik aan het zeggen? De highlighter hoef te gebruiken. Maar dat gaan we wel even doen, natuurlijk. Al is het maar op bepaalde strategische plekken op je gezicht. Er zit een heel handig plasticje overheen. Oké. Even kijken. Wat gaan we doen? Ik denk dat ik de
Morning Blossom gaat doen. Prima. Niet heel blinding of zo, maar dat hoeft op zich ook niet. Leuk. Ik wil jeuk aan mijn neus. Dat is niet iets heel ergs. Ik heb gewoon jeuk aan mijn neus. Van de drie denk ik dat deze er het beste bij past. Het voelt dik. Het tintelt. Het is plumping. Hydra Formule Lip Plumper. Ja. Het voelt fijn. Het voelt een beetje pepermunterig. Dat vind ik niet zo vervelend. Ja, het geeft een mooie glans. Het geeft weinig kleur, denk ik. Want ik zie nog wel heel goed de kleur van de lipstift. Het geeft heel veel glans. Ik denk meer in het echt dan dat op camera te zien is. Maar goed. Het oogpotlood. Daar gaan we. Wat ik altijd doe met het oogpotlood. Oh, hoi kort. Ik heb zo'n jeuk aan mijn neus. Heel fijn. Zacht. Ik heb gemorst. Even weghalen. Het is zacht. Het is... Ja. Het doet wat het moet doen. Kijk, dit is alleen jammer. Dit. Hier, dit. Want dat wil ik niet. Want daar heb ik... deze voor. Voor de binnenkant. Dus dat vind ik dan wel jammer. Wat ik wel wil doen is een beetje... Hij is heel zacht, hij is heel romig, hij is heel... Maar ik weet het niet. Hij stempelt. En dat vind ik vervelend in die zin. Oogschaduw doen we niet. Dan heb ik alleen nog de mascara, denk ik. Ja. En de... Ja, deze. Die ga ik vanavond gebruiken. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Ik kan niet alles zo à la minute... ik weet niet of je dit moet schudden, maar dat doen we maar. Het is echt zo.
Het zou een glow moeten geven. Jawel. Mascara. Ik ga even zo twee keer erlangs om even op te warmen. Heel klein beetje, want je moet jezelf niet verbranden, zeg maar. Nou, daar gaan we. Eigenlijk zonde, want ik heb nog twee mascara's open. Even wat dichterbij zetten. Ik heb hele korte rechte wimpers. Het is een heel fijn borsteltje. Heel smal. Heel... En hij separeert op een of andere manier heel mooi. Vind ik, denk ik. Niet dat ik er verstand van heb. Maar dat denk ik. Dit is één laagje. Het is heel naturel. Als je houdt van kadeng, dan moet je dat echt niet doen. Als je houdt van echt wimpers, zeg maar, dan is dit niet... Zoveel formule geeft hij niet. Full Lash Mascara. Nou, voor mij is het prima. Ik zal nog een laagje doen. Smeer ik het allemaal over mijn hand heen. Ik zit te smeren. Zie je het? Dori. Ik ga het zo allemaal weghalen. Ja, prima. Ik kan er niet heel veel anders van maken. Ik heb nog even... wat reparatiewerkzaamheden te doen. Deze laat ik even wat meer drogen, want dat is wel een flinke klont. Maar... ik heb hier in het hoekje weinig mascara zitten. Maar er zit een soort ophopingje hier. Wat ik minder leuk vind. Ik heb laatst ook van Catrice de Glam & Doll geprobeerd. Maar dat is die grijze. Nu zit deze me echt te dwars. Nou, zo. En die donkergrijze, die zou ook een soort lash serum hebben. Om zeg maar je wimpers te laten groeien. Ja, ik heb hier gewoon, zie je dat? Als ik mijn vingers ervoor hou, dan mis ik hier een paar wimpers. Dat is altijd aan de andere kant ook.
Spoelie. Niet het allerfijnste gevoel, maar oh, wat ik ging zeggen, die klem en dol. Ik heb echt een gevoel, daar deed ik altijd mijn onderwimpers mee. Ik heb echt het gevoel dat die wat gedaan hebben. Want ik heb echt lange onderwimpers voor mijn gevoel. Ja, nou oké. Ja, dit is hem. Dit is mijn everyday look met de Clean ID van Catrice. Prima. Ja, word niet heel wild van, maar prima. Ik ben op zich wel een Catrice fan. Dus alleen die BB Cream twijfel ik over. Maar als ik zo kijk, ziet het er best oké uit. Ik zie het heel erg hier in de lijnen zitten. Hier. En dat doet mijn True Skin, die ik altijd van Catrice gebruik, niet. Dus, nou, ik weet niet of ik dat heel geweldig vind. Maar goed, het is wat het is. Je wordt ouder en je krijgt wat rimpels. Dat is nou eenmaal zo. Maar, ja. Ga kijken hoe het vandaag zit. En dan kom ik er vast wel een keer op terug. Maar dit was de Get Ready With Me met de Clean ID line van Catrice. Ja, nou, prima. Haar vast of los, haar vast of los. Iets minder vast. Nou, ga ik even fixen. Tot de volgende keer. Doei!